Nee, precies. 8 maanden, 8 dagen en 8 minuten gereden. Nou, precies niet 8 minuten gereden, maar de rijbewijs opgehaald. 20 juni is geslaagd. 22 juni, vorig jaar dan, is de rijbewijs opgehaald. En 23 juni, vorig jaar, 2022, is de auto opgehaald. Kijk. Dus, een heugelijk moment. Helemaal goed. Het is een heugelijk moment voor jou. Wat vind je ervan? 8 maanden, 8 dagen, 8 uur, 8 minuten en 8 seconden. Ja, zoiets. Bijna wel. Ja, zoiets. Ja, het is inderdaad een heugelijke moment, inderdaad. Gewoon 8 maanden mijn rijbewijs. Gewoon echt zo raar. Ja, het zit nog niet altijd in mijn hoofd dat ik gewoon zomaar weg kan, zeg maar. Terwijl ik weet dat ik een auto heb, maar... dan wil ik of nog heel graag met iemand mee dat ik wel gewoon veilig ben. Stel er gebeurt wat, maar ik weet dat ik gewoon goed kan rijden. Dus ja, wij gaan jullie sowieso vandaag meenemen in bepaalde dingen. Dat gaan jullie sowieso zien. Dus ja, ik zou zeggen, ben jij benieuwd hoe jij afstand moet houden of wat jouw remweg is? Ik zou zeggen, blijf dan vooral kijken naar deze nieuwe concept. Ik zou zeggen, heb je daar vragen over? Even hieronder even indroppen en ik reageer sowieso even terug. Dus heffen. Camera op en actie. Hoeveel kilometer per uur is dit? 50. En heb je heel hard geremd? Ja. Oké. Okay. En als je iets minder hard remt? Jezus, Mina. Ga je snel met remmen dan, hè? Dan kom ik ietsje dichterbij staan. Godzomme. Dan kom ik ietsje dichterbij staan. Moment. Loopt. En actie. Momentje. Ja, daar niet nodig stap, dus wel doen. Ja, daar. Als rij helemaal door tot het eind. Als rij helemaal door tot het eind en dat ook. Als je bij 50 rijdt, als je bij het eerste tweede pilonnetje bent, zeg maar.
van in tekst. Ja, ga naar achteren. Maar nu kan je het ook alvast vertellen tegen ze. Nee, dat gaat niet. Het geluid gaat er toch af. Leuk muziekje eronder. Oké, okay, met 70 zijn we. Ja, dus rij je helemaal naar achteren. Nee, ik ga vanaf hier beginnen, zeg maar. Oké, okay, ga je gang. De camera loopt nog steeds. Ik wacht al even op de auto's en die hier weg zijn, zeg maar. Ja, dat is goed. Veiligheid voor alles. Prima, ga je hang. Wanneer je er klaar voor bent. Ja, 70, dat zei ik, ja. Ik heb wel heel hard geremd. Ja, oké. Ja, maar ik stond al eens op de 70. Ja, oké, dat is ook een aard. Even wachten op die autootjes. Handhaving. Als er een handhaving bij jou komt, dan moet ik dat afmelden. Ja, dat is goed, rustig aan. En wat we aan het doen zijn? Helemaal prima. Rode auto even doorrijden, toen maar. Ja, helemaal. Nou, verschil. We beginnen te remmen bij het eerste pilonnetje. Het tweede pilonnetje is als er geremd wordt met 30 km per uur. Waar wil jij nou naar? Want volgens mij is hij een hoog startpunt. Ik ga gewoon daar doen. Oké. Dit pilonnetje hier. Deze. Dus als je met 70 km per uur gaat remmen, bij het eerste pilonnetje. Dat zijn de 10 de verschillen, dus helemaal goed. Ja, de camera op. Zo, dit is even iets makkelijker qua communicatie. En dus, en met welke snelheid nu? Gewoon weer eerst met 30, dan met 50 en dan met 70. En dan met die noodstopjes. Dan kijk je hoeveel afstand het verschilt tussen een gewone stop en een noodstop. Ja, dat is goed. Dan gewoon rustig aanrijden met 30 en dan hier daar met remmen. Gaan we even kijken. Nee, wacht even. Ik wil even opnieuw. Geduld, mono. Oké. Okay. Geduld, monumento. Ik wil weten wat mijn auto doet, want ik zat nog niet eens op de 30. Okay. Ik moest echt inderdaad gas geven om dus bij die 30 te komen. Ik ga wel dichter bij staan. Dat scheelt wel. Dus dan ben je er een autolengte bijna voorbij. Wegduiken. Nou, niet om de auto te komen. Oh nee. Maar kijk, maar nu weet handhaving, dus heb
eens kijken dan en dan kunnen hun weer controleren zijn met de politie doen. Stel en ze krijgen een melding. Dat ik nou wel en gedekt. Ja. Met 50 en nu? Ja, oké, 50. Moet ik nu wel even iets meer snelheid maken? Nou, dat is dus voorbij de pilonnetje. Dan gaan we kijken met 70. Hij dacht rommel. We gaan slalommen. Slalommen. Heb je sla bij je? Dat scheelt niet heel veel. Oké, vertel. En wat moet ik vertellen? En hoe hard heeft u net gereden, mevrouw? 70. Oké. Ja. Je begon met 30, toen 50, toen 70? Ja, klopt. En dit waren drie keer de noodstopjes? Ja, klopt, okay. Correct. En wat vond je er zelf van je auto, hoe die reageert? Je hebt nu zeker redelijk nieuwe remmen. Ja, klopt. En niet versleten, zeg maar. Goed onderhouden allemaal. Voor jouw nieuwe auto. Ja, klopt. Inderdaad, correct. Helemaal goed. Ja. En wat denk je als er een wat oudere auto is, wat met versleten remmen, zeg maar. Ja. Hoe die afstanden dan zijn? Ja, dan zijn de korter, afstanden... Even lang of langer? Langer. Dan, en dan zijn ze echt langer. Moet je even een pol over opstarten? Ja, is goed. Maar we kwamen ook net handhaving tegen. Ja. Ik was benieuwd met 170. Nou, dat ga ik niet doen. Nee, toch maar niet, hè? Dan zit je een beetje tegen de luta aan, volgens mij. Ja, dan zitten we echt daar tegenaan, ja. Oké, prima. Dank je wel. Top.
doodgereden. Nou, vrij is dat. Dan lachen al. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot